aanval op Hitler, die is namelijk herdacht in Duitsland. Oh ja, natuurlijk. Welke aanslag is het? Want dan Hitler heeft, is, laten we zeggen, het niet slachtoffer geweest van een reeks van aanslagen. Er is bij mijn weten zelfs een monografie over de aanslagen op Hitler die allemaal mislukt zijn. Die van 20 juli 1944. Ja, dat is dus de formale voor de beroemde aanslag van Klaus Stauffenberg, waar de film over gemaakt is. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Je wou het vergelijken met de aanslag op Trump. Nee, oh, helemaal niet. Als jij dat vergelijk wil maken, mag dat. Maar ik zag het staan dat dat herdacht wordt en dat ook opgeroepen wordt. Ja, ik sta daarvan te kijken dat het herdacht wordt. Ja, dat tragiek is dat er natuurlijk, als het geslaagd was, we zitten dan dus in 44, juli 44. Dan zou dat toch wel enorm veel gescheeld hebben, denk ik. Ik ga ervan uit dat dan de nieuwe Duitse autoriteiten zouden hebben gezocht naar een of ander soort van wapenstilstand. Hoewel je dat helemaal niet precies weet. De aanslagplegers waren enorm conservatieve Duitsers. Ja, ik dacht dat ze min of meer voet van gelijkheid door konden met de geallieerden, waar volgens mij sprake van zou zijn. Omdat de geallieerden natuurlijk ooit al in Casablanca hadden gesteld, Duitsland moet ze onvoorwaardelijk overgeven. We gaan niet spreken onderhandelen. Dat is allemaal totaal niet aan de orde. Maar het zou denk ik toch wel miljoenen doden hebben gescheeld overal. Aan de westelijke kant en natuurlijk aan de Duitse kant ook. Het grootste gedeelte van de bommen op Duitse steden is in 1944-1945 gevallen. Dus ja, het zou wel verschil hebben gemaakt. Maar alle aanslagen op Hitler zijn mislukt. We kunnen wel nauwkeurig vertellen waarom de aanslag is mislukt die dan nou klaarblijkelijk herdacht is. Dat is een aanslag die werd uitgevoerd door twee personen. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik de nummer twee niet, de naam niet weet. Maar de hoofdaanslagpleger was Stauffenberg. Die had toegang tot die Wolfschanze. Dat is het hoofdkwartier van Hitler in Oost-Pruisen. Dat kan je ook tegenwoordig, dacht ik, toeristisch bezoeken. Als ik het wel heb, ik ben er zelf nooit geweest overigens. En ze hadden een bom in een tas. Ze hadden zelfs twee bommen, als ik het goed begrepen heb. Maar ze waren apenzenuwachtig. En tenslotte waren ze dan, stonden ze op het punt om naar binnen te mogen. In die barak waar Hitler dan, laten we zeggen, zich verbleef. En toen waren ze zenuwachtig en een beetje haastig. En ze hebben de bom in de wc scherp gesteld, maar de tweede bom hebben ze niet scherp gesteld. Omdat ze misschien toch zenuwachtig, tijdsdood, whatever. En toen zijn ze naar binnen gegaan. En toen heeft Stauffenberg, die heeft zijn tas met die scherp gestelde bom aan de linkerkant van de tafelpoot gezet. En die tafelpoot was van een uitzonderlijk Duitse eiken soliditeit. En weliswaar is er een enorme knal geweest en het hele dak is eraf geblazen, maar een van de problemen was dat het een houten barak was. Dat wil zeggen, dus de luchtdruk kon weg. Overigens, als je ziet wat voor gescheurde broek Hitler aan had als gevolg van de aanslag, denk je, is het mogelijk dat hij het overleefd heeft. Zijn trommelvliezen waren ook gebarsten, heb ik begrepen. Er waren hem enkele doden in de barak, maar dus niet Hitler. Want die heeft het leven eraf gebracht, waarschijnlijk omdat A, de tas aan de linkerkant van de tafelpoot stond. En B, niet twee bommen scherp gesteld waren, maar slechts één. Als ze allebei scherp gesteld waren en als ze aan de goede kant van de tafelpoot gezet, dan zegt men, dat zijn allemaal dingen natuurlijk, dat is iffy history. Dan zegt men, dan had Hitler het zeker niet overleefd. Wat voor de wereld zelfs toen, in dit hele, hele late stadium natuurlijk van de door Hitler aangerichte ellende, toch een waarschijnlijk een gunstige zaak zou zijn geweest. Want hij heeft ook wraak genomen daarna, hè? Ja, want al deze lui zijn Stauffenberg is doodgeschoten op de binnenplaats van wat toen het Luftfahrtministerium was. Als ik het wel heb, daar is ook over een gedenkstätte is daar ook. Kun je ook bezoeken. En een reeks van die lui zijn gruwelijk gemarteld, dan een vleeshaken opgehangen. En het is een trieste toestand geweest natuurlijk. Want waarom wilden ze deze staatsgreep plegen? Ja, omdat ze vonden dat Hitler natuurlijk in feite een vorm van suïcide op de natie bedreef. En daar hadden ze groot gelijk in alle opzichten. Niet waar, het Derde Rijk is tenslotte gestorven in een suïcidale mist. Een suïcidale mist van waanzin, anders kan je het niet zeggen. Die oorlog die was op zijn vroegst verloren in december 1941.
En zo je wil dan na Stalingrad, dus dan zitten we ondertussen in januari 1942. Maar dat hij verloren was, was natuurlijk al feiten jarenlang duidelijk. En ja, het absurde is dat er eindeloos doorgevochten is natuurlijk. Dat fanatici het Rijksdaggebouw tot aan l'outrance verdedigd hebben. Dat is natuurlijk allemaal van een gekkigheid die je niet voor mogelijk houdt. En daar waren zij boos over? Nou ja, ze vonden dat de Duitse natie beter verdiende dan Adolf Hitler. Op zichzelf kun je dat nog beamen, maar ja. De Duitse natie had toen het nog kon voor Adolf Hitler gestemd. Niet waar, al moet je zeggen dat in 1932, dus de laatste keer dat er echt serieus democratisch gestemd is, dat de NSDAP eigenlijk op licht verlies stond, maar iets op 32% of zo. In 1933, dan is Hitler al kanselier gemaakt natuurlijk. Dan zijn er opnieuw verkiezingen, maar dat is na de Rijksdagbrand. En dat zijn verkiezingen die je eigenlijk niet meer als democratische verkiezingen kunt beschouwen. En daar is natuurlijk vaak gezegd, ik denk terecht, als je in 1938 verkiezingen zou hebben gehouden in Duitsland, dan zou Hitler een triomfantelijke overwinning hebben behaald, zonder meer. Ja. Zonder meer. Ja. En dat complex waar zij zijn binnengedrongen, dat ligt nu op Pools grondgebied, hè? Dat denk ik wel. Ja, het is het voormalige hoe heet het, Oost-Pruisen, dat vreemde stukje wat daar aan die kant aanhing. Ja. Ja, het zou wel Pools zijn. Ja. En je kunt het bezoeken. Maar het was heel goed. Mijn compaan op die Duitse reizen, Willem Melging, is er geweest. Oh, wat interessant. Want het was toen heel goed beveiligd. Hoe was het überhaupt mogelijk dat ze daar binnenkwamen? Ja, omdat het hoge officieren waren. Die hadden een reden voor een bezoekje aan de Wolfschanze. En hadden dus een kort onderhoud met Adolf Hitler. Ja. Waren hoge pieten, zal ik maar zeggen. Die kennelijk ook gezien hun deftigheid niet verdacht waren. En als je deze aanslag nou plaatst naast de andere pogingen aanslagen? Nou, dan zijn er een hele massa geweest. Allemaal rare aanslagen die op het allerlaatste moment werden afgeblazen. Of er was alleen een bom in een vliegtuig. En hadden ze niet gerekend dat als het vliegtuig heel hoog vloog, dat dit mechaniek niet zou werken omdat de luchtdruk te gering was. Nou ja, het waren voortdurend dit soort van dingen. En de meest fameuze aanslag is natuurlijk die al God, van wanneer is die aanslag? Ik denk van 1940. Misschien nog wel een jaar eerder. Van die metselaar of timmerman, wat was het? Die een bom gezet heeft in die Bürgerbräukeller. Waar Hitler elk jaar op een bepaalde datum de alte kameraden toesprak op een specifiek tijdstip. En hij had daar een bom in gemetseld waar hij, weet ik het, weken aan bezig was geweest. Die bom is ook afgegaan. Die heeft een heleboel doden veroorzaakt. Het probleem was dat Hitler om een of andere reden iets eerder vertrokken was, omdat hij een iets eerdere trein naar Berlijn wou nemen. Dus hij heeft veel geluk gehad. Ja, die mannen hebben ze natuurlijk gepakt en die is in de gevangenis gezet. En die hebben ze geloof ik in de laatste weken van het Derde Rijk in 1945 geëxecuteerd. Ja, von Stauffenberg noemde jij al. Ja. Hè? En die andere is Fritz Dietloff van der Schulenburg. Ja, allemaal deftige lui. Ja, ja. En wat ik begrijp is dat zij de wetteloosheid van de nazi's verafschuwden. Met name ook de Kristallnacht blijkt een soort van druppel te zijn. Ja, nou goed, dan hadden ze wel wat eerder kunnen zijn. Natuurlijk, de Rijkskristallnacht is 38. Dus dat is allemaal weer scheelt dan weer 6 jaar in principe. Ja, het is natuurlijk ook een beetje een probleem dat zolang het allemaal fantastisch goed ging. En Hitler natuurlijk in een paar weken Frankrijk onder de voet liep. Waar iedereen stom verbaasd over was in de tijd. Toen was men weer wat minder enthousiast om Hitler op te ruimen natuurlijk. Ja. Toen dit hele theaterstuk eigenlijk in een gruwelijke, verwoestende eindfase was geraakt, toen zag het er natuurlijk volkomen anders uit. Ja. Op een gegeven moment had je natuurlijk de machtsovername. Was dat nou voor Duitsers een droom die uitkwam? Dat Hitler verslagen was? Dus voor de mensen echt in het land zelf? Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik weet niet, Hitler volgens mij is Hitler vrij lang, ook als je denkt het is niet langer mogelijk, betrekkelijk populair gebleven. Ook na de oorlog? Hij was toch de vuur? Nou nee, dat niet. Nee. Na de oorlog was het wel klaar, toen was die dood en weg. En dan is de betovering is natuurlijk ook weg voor dit soort van figuren. Nee. Als de Messias weg is, als de Einde weg is, dan is het klaar. Ja. Maar was het dus na de oorlog toen Hitler weg was, dus toen hij zelfmoord had gepleegd, was dat voor Duitsers dan een soort van droom? Je uitkwam? Nou, ik geloof niet dat je in die termen moet denken als je weet hoe Duitsland eraan toe was in 1945. Mm.
Ik bedoel, Duitsland heeft nog een aantal gruwelijke jaren gehad na afloop van de oorlog. Er is ook in Duitsland nog een soort hongerwinter geweest. Een winter van, ik denk, 46, 47. Ja, 46, 47, dat was veel te weinig voedsel. Zonder de hulp van de geallieerde bezetters, dan was een aanzienlijk deel van de bevolking om het leven gekomen. De stedelijke centra waren weggebombardeerd. Er was niks meer. Het wonder na 1945 is het herstel van Duitsland. En het bijzonder natuurlijk van de Bondsrepubliek. Mm. Die in feite 10 jaar na eind van de oorlog meer produceert. Dan het veel grotere Duitsland van voor de oorlog ooit gelukt was. Ja. Dat heet dan ook niet voor niks en terecht het Wirtschaftswunder. Mm. En Duitsland is natuurlijk ook sowieso altijd onder alle omstandigheden is Duitsland natuurlijk het economische hart van Europa. Voor ons ook van het allergrootste belang vanzelfsprekend. Ja. Hoe is het nou met die lui die dus die aanslag hebben gepleegd? Hoe is dat afgelopen? Die zijn allemaal op gruwelijke wijze vermoord. Daar ben je niet verbaasd over, toch? Nee. En kreeg dit nou ook nog vervolg in die zin dat mensen dachten van hey, dit is een goed idee, dit gaan we ook proberen te doen? Wat zouden ze dan hebben moeten doen? Nou ja, dat ze dachten van oké, wat je ook bijvoorbeeld nu bij Trump ziet, dat ze denken van oké, dit brengt mensen op ideeën om een aanslag te plegen. Dat zou kunnen. Dit soort aanslagen, gekkigheid heeft altijd een besmettelijke werking. Ja. Al denk ik ja, vooral natuurlijk omdat het een beetje ernaar uitziet dat de security detail wel gefaald heeft daar in Pennsylvania. Zal dat nog wel wat strakker werden getrokken. Ik zag hele legers naar binnen trekken daar in Milwaukee. Dus de veiligheid zal voorlopig wel weer heel erg goed bewaakt worden natuurlijk. Precies, maar was dat nou bij Hitler ook zo? Dat dus de ene aanslag weer een inspiratie was? Nee, want volgens mij zijn er na die aanslag zijn er geen nieuwe aanslagen gepleegd. Nee, werd dit wel wereldkundig gemaakt of bleef dit toch lange tijd? Nee, ik denk dat wel wereldkundig is gemaakt. Oké. Okay. He, dat het natuurlijk toch, ja, de nazi's zagen er landverraders in, dat begrijp je. Ja. Nou is het zo dat er dus een herdenking is en hier staat dus bij Ik sta ervan op, ik kijk ervan op dat het herdacht is. Door wie en op welke wijze dan? Ja, bij de herdenking van de mislukte aanslag op Hitler hebben de Duitse president Steinmeier en bondskanselier Scholz opgeroepen om de democratie te beschermen. Ze legden kransen op de plek in Berlijn waar de belangrijkste... Ja, het was een beetje ook een anti-AFD plechtigheid als ik het zo lees. Ja. Steinmeier en Scholz benadrukten dat de democratie alleen kan bestaan als iedereen zich daarvan bewust is en bereid is zich ervoor in te zetten. Laten we de democratie beschermen, zei Steinmeier. Zo gedenken we de mensen die zich hebben verzet tegen het nationaal socialisme. Ja, was dat dus een betrekkelijk klein groepje die zich daartegen verzet heeft. Daar hebben ze allemaal natuurlijk groot gelijk in. Maar ja, dat zijn van die kerstmis toespraakachtige verhalen waar je verder geen zakken hebt natuurlijk. Ja. Als je tegelijkertijd weet dat de AfD sterk aanwezig is in Duitsland. Ja. En ja, ik weet niet of je dat direct neonazis mag noemen, maar het lijkt er wel veel op, laten we het zo zeggen. Ja. Hoe hebben ze het gedaan bij de verkiezingen, recent in Europa? Nou, minder goed dan iedereen dacht, laten we dat er nog even voor de zekerheid bij zeggen. In feite, en dat geldt natuurlijk ook voor Frankrijk. De algemene verwachting was dat ultrarechts als een soort tsunami over de zaken heen zou spoelen. Maar dat is in feite helemaal niet gebeurd. Maloney heeft het geweldig gedaan in Italië, dat wel. Aanvankelijk leek natuurlijk Rassemblement National het ook fantastisch te doen. In Frankrijk hadden ze ook gedaan bij de Europese verkiezingen. Nou ja, toen heeft Macron die snap election, hoe zij dat moeten noemen, spontane verkiezingen uitgeschreven waarvan iedereen zei is gek geworden. Maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk toch verrassend goed uitgepakt. Ja. Omdat bij die verkiezingen, ook door dat wonderlijke Franse systeem natuurlijk, in feite de Rassemblement op de derde plaats kwam. Die Republikeinse coalitie dan, die als losstand aan elkaar hangt, op de eerste plaats en Macron nog op de tweede plaats. Juist. En ja, daar rolt denk ik wel, na wat heen en weer gebabbel en zo, rolt daar wel een coalitie uit, schat ik zo. Ja. Er was nu ook een tijdelijke figuur benoemd als voorzitter van het Franse parlement, die uit die club van Macron afkomstig was. Maar is zo'n herdenking niet raar dat je dat doet? Want Hitler was natuurlijk een afschuwelijke man en dan ga je dus eigenlijk een aanslag op zijn leven gaan herdenken. Nou, ik begrijp het wel. Ja, zeker ook tegen de achtergrond natuurlijk van het succes van de AfD. Begrijp ik dat wel. Je moet je toch voorstellen dat we
ja, dat we sinds 1945 toch een vrij eensluidende boodschap hebben gehad. Nooit meer het nationaal socialisme. De NSDAP in feite als de wortel van de grootste gruwel van de vorige eeuw. Het naziregime, hoe je het ook beziet. 12 jaar, januari 33 tot mei 45, is natuurlijk van een wonderlijk soort van nihilistische vernietigingsdrang geweest. En geworden ook in de loop der jaren. Dat het eigenlijk totaal onbegrijpelijk is dat mensen zich nu politiek oriënteren op het nationaalsocialisme. Ja, dat is wel een vrij rare zaak. Ja, maar welk effect gaat er dan uit van zo'n herdenking die toch... Nou, geen reet, om je eerlijk de waarheid te zeggen. Althans, ik denk niet dat het indruk zal maken natuurlijk op de mensen die uit allerlei woede en ressentiment op de AfD stemmen. Wat nog steeds grotendeels een DDR-verschijnsel is. In feite zijn de Duitsers natuurlijk nog niet genezen van hun langdurige tweedeling. Je ziet hoe moeilijk dat is. Dat er toch in feite toch twee naties zijn. Ik meen me een kaartje te herinneren van de vorige verkiezingen. En nou ja, de DDR knalt eruit, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Je ziet dat die sentimenten daar nog steeds zijn. En hoe komt dat? Nou, ressentiment. Ik bedoel, ja, ik verwijs altijd naar wat me ooit in Berlijn overkwam. Op dat balkon? Ja, zeker. Daar gingen we die plattenbouw bekijken. Ja, verscheen daar een dikke man op het balkon. En ik denk, ja, leuk voor de televisie. Ja, een praatje maken ze. En die vent die begon toch te schelden. Flikker op, vuile klootzakken. Altijd, nou ja, een soort woedende tirade. Vervolgens verscheen ze een even dikke vrouw. Op zichzelf op een heel aardig appartement. Aan die brede allee in het voormalige de Oost-Berlijn. Ja, en toen dacht ik, ja, dit is het. Ja. Kijk, als je jonge mensen sprak, we zijn natuurlijk meerdere malen in de DDR geweest, in de voormalige DDR. Ja, gaan we nog steeds naartoe. Ja, en als je jongeren sprak, ja, dat was totaal anders. Maar er waren natuurlijk toch heel veel mensen, zeker de plus dertigers of misschien plus veertigers, die naar hun gevoel natuurlijk in 40 jaar van hun leven verkloot hadden in een land dat gewoon afgeschaft is. En op wie waren ze dan boos? De DDR is volledig afgeschaft. Ja, maar op wie waren ze dan boos? Nou, het feit dat ze natuurlijk, ja, in feite de boot, historisch de boot gemist hadden. Omdat zij natuurlijk door de omstandigheden van de Koude Oorlog aan de verkeerde kant van het ijzeren gordijn terecht waren gekomen. Dat wordt tegenwoordig nog wel eens voor het gemak vergeten, nu we ons de godganse dag op weer winden over de gruwelijke dreiging van Poetin. Maar laten we nou wel wezen, het Rode Leger stond aan de Elbe. Het Rode Leger vecht nu, of liever gezegd, het Russische leger vecht nu een uitzichtloze oorlog in het oosten van de Oekraïne. En de Oekraïne is naar Rusland de belangrijkste republiek van het voormalige Sovjet-Unie. Dat is geostrategisch een totaal andere propositie. Daar zouden we ons misschien iets meer bewust van moeten zijn. Niet waar, bij al die propaganda over die reuzenoorlog die Poetin gaat beginnen.